De Appelhof in Druten krijgt een nieuwe bibliotheek. Naast nieuwe boeken wordt ook het uiterlijk van de Biep opnieuw ontworpen. Hoe die bibliotheek eruit komt te zien, dat bepalen leerlingen zelf tijdens het project Druten leest voort, dat maandag van start ging. De hele klas hebben we eigenlijk bedacht, op een blaadje heeft iedereen van alles gezegd. En dat hebben we eigenlijk een beetje op dit bord geplakt. Ja, omdat we hadden een boekenkast hadden we ook nodig. En toen dachten we aan een appel, omdat het appel onze school Appelhof heet. De moodboards die door de klassen zijn gemaakt met inspiratie voor hun droombibliotheek worden door de leerlingen van Pax Christi College omgezet in werkelijkheid. Ja, dit is eigenlijk ondernemend leren. Dus dat betekent eigenlijk leren vanuit echte vraagstukken. He, dus tot leerlingen echt een opdracht krijgen die echt is. Om die opdracht te voltooien zijn de middelbare scholieren opgedeeld in verschillende werkgroepen. Wij zijn van de kleuren. Van de creativiteit, zeg maar. Want de bouw die maakt dan echt de vorm en de constructie, zeg maar. Dus wij hebben alleen gekeken naar de gezelligheid en de kleuren die het eventueel kan hebben en hoe we het zo meest aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Wethouder Gerard de Wild was ook aanwezig bij de kick-off van het project en legt uit waar het initiatief vandaan komt. Nou ja, het zal denk ik vandaag al meer gezegd zijn. De kinderen lezen niet meer voldoende, de ouders lezen niet voor. En natuurlijk begint dat op de scholen en het is aan de scholen zelf om dat te stimuleren. Maar als gemeente willen we daar zo goed mogelijk aan meehelpen. Nog even geduld dus voordat we weten hoe de nieuwe Biep eruit komt te zien. Maar één ding lijkt zeker. Nou, ik denk in ieder geval dat de appel terug gaat komen, want we zien wel meerdere ontwerpen zien we die terug. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om die ook in de bibliotheek terug te laten komen.